In hun Australische mijndorpje is iedereen met elkaar bevriend. Tot de plotse verdwijning van Colleen. Dan vertrouwt niemand nog. Dit is het boek Goldskin in één zin samengevat. Hoe is het gebeurd? Vinden ze de dader? Dit zijn waarschijnlijk vragen die nu door je heen gaan. Wel, laat mij een beetje meer vertellen over het boek Goldskin, geschreven door Steven Herrick. Het boek is op een hele leuke manier geschreven en vertelt eerst de achtergrond en het leven van de verschillende personages. Dit zorgt ervoor dat je vanaf de eerste pagina dat je gelezen hebt al mee aan het speculeren bent wie hier een moordenaar zou kunnen zijn. In het boek komen we ook meer te weten over de gedachten en het leven van Eddie. Hij is de hoofdpersonage. Eddie woont net buiten het klein mijndorpje, samen met zijn broer Larry en zijn ouders. Het is zijn vader Albert Holding die als eerst de moordenaar weet te ontmaskeren. Het rustig dorpje is gelegen in Australië en grenst aan verschillende mijnen, dus de meeste mannen zijn daar ook werkzaam. Alles gaat al jaren zijn gewone gang in het dorpje en iedereen kent iedereen. Of dat is toch wat ze denken. Zoals elke week sluiten de mijnwerkers op vrijdagavond hun week af door in het plaatselijke café iets te gaan drinken. Ook Colleen en haar vriendinnen besluiten die bewuste vrijdag in het café te passeren voor een beetje vertier. Lang blijft Colleen niet, want Larry, de oudere broer van Eddie, is ook daar en is dronken. Larry is al heel lang verliefd op Colleen, maar zij vindt hem vooral vervelend en dus besluit ze haar vriendinnen achter te laten en alleen naar huis te gaan. De volgende ochtend merken de ouders van Colleen dat ze nooit is thuisgekomen. Na een lange dag zoeken vindt meneer Carter, de wijkagent, haar levensloos lichaam aan de rivier. Het is al rap duidelijk dat ze vermoord is, maar wie is de dader? Niemand weet het. Het boek blijft tot op de laatste seconde spannend en het enige dat ik jullie over de dader kan vertellen is dat hij zeker niet is wie je zou verwachten. Verder ga ik hier niets over uitweiden, want dit zou het slot verklappen. Ik raad jullie wel aan het boek te lezen, want jullie zullen het zeker tof vinden.